Jan Dekker en Richie George zijn op het podium aanbeland. En dat betekent dat we de tweede partij gaan spelen uit Pool C. De eerste partij werd gewonnen door Jeffrey de Graaf tegen Richie George. En de uitslag was dik. Het werd 5-1 voor de Noord-Hollander. Dat betekent dat Richie George in principe is uitgeschakeld, tenzij er hele rare dingen gebeuren. Maar dat betekent ook, en in die situatie hebben we al een paar keer eerder gezeten vandaag, dat Jan Dekker eigenlijk wel moet winnen van Richie George om het vanavond een beetje in eigen hand te houden. We hebben ook al een paar keer gezien vanavond dat de mannen die gisteren dik aan de zegenkar werden gebonden, vandaag een stuk ontspannender stonden te spelen en ineens wel alles raakten wat ze wilden. Michel van der Horst was daar een goed voorbeeld van. Ja, en die wint dan ineens met 5-3 van Scott Mitchell. En daarmee brengt hij Mitchell in grote problemen. Dat zou George ook kunnen doen met Dekker. Als George een overwinning pakt op Jan Dekker, dan zal Dekker vanavond een hele dikke overwinning moeten pakken op Jeffrey de Zwaan. En eigenlijk wil je niet in die situatie zijn. Kijk, dat je vanavond moet winnen, dat is één ding, dat is helemaal niet zo erg. Maar wat altijd lastig is, is als je met een bepaalde uitslag moet winnen. 134. Dekker is de nummer 5 van de Zuiderduin ranking. Dus als vijfde geplaatst. En George, ja, gisteren niet ontspannen, te geforceerd aan het spelen. En als het dan even niet lukt, dan wordt het helemaal zoeken. Kijk, nu staat hij er al een stuk ontspannender bij. En landt die eerste dart ook wat makkelijker in de triple 20. 93, Jan Uriqua 127. Tot 27 voor Dekker. Die gaat hij niet uitgooien in ieder geval. Richie Uriqua 66. Triple 10 voor dubbel 18. Nu naar dubbel 9. 48. Jan Uriqua, niet gegooid. 72. Dus kansen voor Dekker op 72. Die gaat naar dubbel 6. 6. En die gooit de dubbel 6. En dat is een belangrijke finish voor Dekker. Die in ieder geval zijn eigen leg behoudt. Ja, wat we gezien hebben bij George, en dat zagen we gisteren ook al. Hij is nog jong, hij is heel ongeduldig. Nog voordat de scheidsrechter is uitgepraat, zitten de eerste twee darts alweer in het bord. 100. Maar hij zal ongetwijfeld daarvan leren nog. Hij heeft nog een lange carrière voor zich. 81. Dat is al heel jong een groot talent, Richie George. 58. Dan heeft het in zich om ook wat extra's te zijn. Wat meer dan alleen dartspeler. Heeft dat charisma. Wil dat ook graag. Nou, je moet wel de goede volgorde aanhouden. Eerst moeten de prestaties met het darten er komen. Daarna kun je gaan nadenken over een leuke opkomst. Of een aparte manier van juichen. Ik weet het niet. Verzin wat. Maar zorg er in ieder geval voor dat de mensen thuis je onthouden. 56. 70.
99. Richie, you require 150. Forty-five. Young, you require 132. 19 voor Dekker en Bullseye voor een 132 finish. 107. Hey, je zag hem toch even naar links kijken om te kijken waar zijn tegenstander op stond. En daarmee net even afgeleid. George gaat naar tops voor een 105 finish en gooit hem ook niet. Maar dat had Dekker duur kunnen komen te staan. Je moet gewoon weten, voordat je naar de hockey stapt, wat je gaat doen. Hier mist hij. Which you require 20. En dat betekent kansen voor George. Yeah, en die pakt hij meteen aan. Hij maakt er 1-1 van. Like it's young to throw first. Game on. Vader Bobby George deed nooit mee aan de Zuiderduin Masters. Dus het is niet zo dat we de eerste vader-zoon combinatie op dit podium gaan zien. 60. Maar Richie gaat wel richting Lakeside. Daar zal hij voor het eerst gaan meedoen. En is daar als 15e geplaatst. 100. En heeft in de eerste ronde een qualifier getroffen. Dave Prince. Wel een ervaren man. Maar goed. Daar liggen wel mogelijkheden. 60. Heel ver voorover gebogen, George. 56. Bijna zover dat je denkt van oeh, ben je nog wel in balans. Maar hij heeft het zichzelf zo aangewend. Dekker. 140. Zoekt de aansluiting 110. En vindt die. George voor 110. Net als zijn vader. 44. Zoekt die aparte manier om te finishen. Dekker 143. Die is wat meer volgens de gewone manier. Maar hij vindt de triple 19 niet. En dus mag George gaan kijken naar de triple 10 en de dubbel 18. 39. Which you require 66. Nog een 15. Voor dubbel 18. 48. Ja, het oogt bij George wat wild. Dat moet ik toegeven. Grote beweging als hij gooit. Kijk, in tegenstelling tot Dekker die eigenlijk alleen maar die dart weggooit. En een kleine voorwaartse beweging. George staat alweer klaar. Zwaait met die darts. En ja, vindt wel de dubbel, komt 2-1 voor. En brengt dus Dekker in de problemen. En met name Jeffrey de Graaf zal deze partij met bovengemiddelde interesse bekijken. De Graaf weet dat hij met die 5-1 overwinning op George goede zaken heeft gedaan. 81. En als we de pools een klein beetje aflopen in pool A, gaan Alan Norris en Danny Bos vanavond uitmaken onderling wie er doorgaat. De winnaar gaat daar gewoon door.
Benito van der Pas en James Wilson in Pool B moeten nog tegen elkaar spelen. Benito van der Pas is uitgeschakeld al. Ondanks dat hij pas één wedstrijd heeft gespeeld. Maar hij zal zeker niet de kwartfinale gaan halen. Rick Hofstra heeft daar goede papieren. Maar James Wilson ook. Die heeft gewonnen van Hofstra en moet nog tegen Van der Pas. Als Wilson wint van Van der Pas, gaat Wilson door. Als Van der Pas wint van Wilson, dan gaat Hofstra door. Dat is de situatie in die pool. 140, Richie require 80. George gaat voor dubbel 10 voor een 3-1 voorsprong. En die pakt hij. Ja, het is een beetje hetzelfde verhaal als dat ik eerder heb gehouden voor Michel van der Horst. Gisteren liep het niet, wilde het niet. Misschien de spanning, misschien de druk. En vandaag weten ze, ja, ik ben uitgeschakeld. En dan loopt het ineens allemaal een stuk makkelijker. Pool D, ook daar weten we inmiddels de stand van zaken. Walton is eruit geschakeld en Douglas en Montgomery gaan vanavond spelen voor wie er door mag. 137. Dat is de pool van Scott Mitchell. Daar weet Mitchell dat hij moet winnen van de Hoog. Met hele dikke cijfers. 5-1. 100. Want anders is hij uitgeschakeld. Bij 5-2 gaat de Hoog door. Zelfs dus als de Hoog verliest met 5-2. 99. En we krijgen nog de partijen in pool G en H vanmiddag. En dat zijn mooie pools hoor. Bunting tegen Adams. Kist tegen Harms. Daar heb ik zin in. En O'Shea tegen Fitton. Dat zijn toch allemaal prachtige partijen die we nog krijgen vanmiddag. 81. Ja, ik ben toch ook wel benieuwd wat Dekker nog kan. 2 jaar geleden halve finalist op Lakeside. Vorig jaar kwam hij terug met toch wel grote verwachtingen. Verloor toen in de eerste ronde van een landgenoot. Ja, die landgenoot bleek het later heel goed te doen. Want die landgenoot was Christian Kist. En die zou de titel mee naar huis nemen. Dekker naar Bolzai. Of denkt hij, ik waag het erop. George gaat 150 niet uitgooien. Ik zet hem gewoon weg. Nee, hij probeert het wel. George krijgt wel de kans op 150, maar gooit hem niet uit. 37. Jan, you require 48. 48. Ja, dat is game shot in de 50. En die gooit hij uit. 2-3. Hij komt een stukje terug. We hebben Dekker dit jaar, onlangs moet ik zeggen, ook nog in actie gezien. De Grand Slam of Darts. Daar speelde hij, ja, matig. Een ander woord heb ik er niet voor. In de pool 79. Verloor 3 keer met 5-1. Van Mervyn King, van James Wade en van Aaron Monk. En dat kan natuurlijk gebeuren, maar 25. Hij speelde gewoon zelf ook niet goed. 38. George is een beetje de concentratie kwijt, heb ik het idee. Waar hij het begin van de partij de triples heel makkelijk 58. vond, is hij nu zoekende. Zal naar de 19 gaan. 7 keer 19 is 170 over. Hij heeft er al 6. Oeh, en dan heeft hij daar pech dat die laatste in de 777 belandt en niet in een enkele 19. Want nu is er geen finish. 42. Honderd.
Richie George heeft 68 overgelaten. En Dekker is nog steeds zoekende. 57. Het gaat Richie zeker niet soepel. 68. En dus George naar dubbel 16 toe. 52. Jan Jurikwa 138. Dekker. Twee keer triple 19 en dubbel 12. Dat zal een boost zijn voor zijn zelfvertrouwen als hij hem gooit. Maar hij gooit hem niet. Je ziet het ook. Scheld op zichzelf. Doorgooien. Niet dat halfslachtige. Hij maakte de beweging niet helemaal af met die laatste pijl. Laat wel dubbel 16 over. Maar ja, mag hij daar nog voor terugkomen? Nee, dat mag hij niet. Want Richie George maakt er 4-2 van. Game on. Sixty. Thirty. 55. 135. 64. Jan Jurikwa 136. 136 voor Dekker. Die graag tops over wil laten. 58. Maar de triple 19 niet vindt. En dus blijft er 78 staan. 81. Jan Jurikwa 78. In ieder geval terug te komen tot 4-3. Dubbel 18. En die gaat erin. Jan Dekker. Ja, en zo houdt hij in ieder geval de wedstrijd in leven, Jan Dekker. Maar moet hij nog wel de aankomende twee legs ook winnen. Ja, en dat is een beetje het verhaal van Dekker. Eén hele goede score gevolgd door één hele slechte score. 40. Heeft moeite om de constantheid te vinden. Dat heeft alles te maken met het feit dat het niet vanzelf gaat. Dit is wel weer goed. 99. Dan heeft hij kleine voorsprong op George. Ja, die antwoord is 96. Meteen met een triple. En dan moet Dekker hem nu goed wegzetten. Eigenlijk 140 of zo, of 134, dan geef je zelf een goede kans. 96. 96 blijft er nog een lastige finish staan. Wat doet George met deze drie darts? Eén triple heeft hij erbij.
100. Jan en dus moet Dekker 127 zien te ronden. Triple 20 is raak naar de 17 toe. Hij gaat in ieder geval één pijl voor de dubbel krijgen. En die dubbel is de bullseye. Dekker! Oh, dat scheelt veel. Nee, niet in de buurt. En dus afwachten wat George doet via dubbel 12 of dubbel 6. 72. Die mist twee matchdarts. Jan Uriquar 48. En dan kunnen we voor het eerst richting een negende en beslissende leg gaan. Op de Zuiderduin Masters 2012. Als Dekker in ieder geval dubbel 8 gooit. En dat doet hij. Het is 4-4 geworden. Point and final leg. It's Richie to throw first for the bullseye. En dat betekent dat we op 4-4 voor de bullseye gaan gooien. Wie de laatste leg mag beginnen. Outside dit zit daar toch wel een stukje vandaan. En dus Dekker heeft genoeg aan een bull. Een bullseye is dan nog beter. Ja, de 3 dart gemiddelde. Daar zullen we het maar niet al te lang over hebben. Point and final leg. It's Jan de throw first. Game on. Het zit wel heel dicht bij elkaar. Dat kunnen we ervan zeggen. Maar eigenlijk het hele toernooi al liggen die gemiddelde onder het niveau. En wat dat dan is, ik weet het niet. Het heeft met name te maken dat geen enkele speler zich echt comfortabel voelt op het podium hier. 16. We hebben natuurlijk heel veel jongelingen en debutanten hier staan. En die hebben moeite om met de omstandigheden om te gaan. Ja, en de veteranen die we hebben gezien 96. Zijn niet in topvorm. Walton, Adams. Allemaal net niet. 140. Dekker, 44. Laat geen finish Richie over. 161. En dus heeft George 6 darts voor 161. Wat laat hij over na de eerste 3? Hij gaat in ieder geval het hele bord 54. Over. Maar het brengt hem geen triples. Dekker. Ook niet. Niet van de triple 20 in ieder geval. Ja, die laatste dan nog net. George. Een dubbel 16. 75. Niet gegooid. Dan you require 102. En dan krijgt Dekker de kans. 102. Voor hem is dit een zeer belangrijke finish. Triple 17 en dubbel 16 voor Jan Dekker. Oeh, het scheelt een millimeter. Maar hij zit er wel naast. En dan George. Richie, you require 32. Voor dubbel 16 en de wedstrijd. Dubbel 8. En die gooit hij. En dat betekent een heel groot verschil voor Jan Dekker. Want bij een overwinning zou het vanavond een rechtstreeks duel zijn met Jeffrey de Graaf. De winnaar gaat door. Nu heeft Dekker verloren. Moet hij winnen van Jeffrey de Graaf. Maar moet hij ook nog eens een keer met een groot verschil winnen. Dat gaan we vanavond allesmaal zien. George herstelt zich. Hij wint met 5-4.